om echt een goede keuze te maken, moet je het ook helder zien. En dus moet er ergens een manier zijn waarop je even afstand hebt van alles. Nou, voor mij werkt dat dus door naar de bergen te gaan. En uiteindelijk is het natuurlijk dan voorrecht dat je in de bergen dit soort geweldige tochten kunt maken. En vervolgens daar anderen met je verhaal in foto's of met een boek of met mijn lezing in kan laten delen. In 1998 was ik deelnemer in een Nederlandse ploeg naar de Chooyu, een van die 8000ers. En dat was een groep van 18 Nederlanders en 2 Sherpa's. Samen met onze Sherpa, de enige eigenlijk die de top haalde. En dat is eigenlijk voor mij wel echt een keerpunt geweest, dat ik voor het eerst durfde te denken, misschien zou ik dat kunnen aan de Everest. Ik was de eerste Nederlandse vrouw op de top van de Everest. Inmiddels ook werd ik gevraagd om lezingen te geven, omdat mensen toch het verhaal willen horen van die hoogste berg ter wereld. Voor Lieverlee kwam dat steeds meer in het bedrijfsleven terecht, waarin ik gevraagd werd mijn ervaringen te delen over leiderschap, over teamgeest, over omgaan met tegenslag, over de top bereiken. In eerste instantie dacht ik eigenlijk nog, ja, die lezingen geven, dan werk ik eigenlijk niet, hè, zo'n gevoel. Wat doe ik eigenlijk? Ik kom ergens even een verhaaltje vertellen. Tot ik op een gegeven moment toch steeds ook meer reacties kreeg van mensen die mij bedankten voor de inspiratie, die mij lieten weten dat zij een bepaalde stap gingen zetten in hun leven waar ze al heel lang tegenaan hikten, maar door mijn verhaal dat konden doen. Ik heb de afgelopen jaren altijd die combinatie weten te houden van interimwerk, een klein beetje coachingswerk, de lezingen, boeken en expedities. En voor mij is dat eigenlijk ook een prachtige afwisseling. Het nieuwe boek Lopen over de grens is het niet zozeer een managementboek. Het is echt een persoonlijk reisverslag waarin het thema grenzen centraal staat. En soms is het natuurlijk goed om je grenzen te verleggen. Maar soms is het juist ook goed om ze te respecteren. Als ik kijk naar de lessen uit de bergen, dat is zo echt zo ongelooflijke intense ervaring. Dat vind ik ook zo mooi in de bergen, dat je bouwt zo snel samen verbinding op. Voordat ik ging klimmen wist ik ook dat vertrouwen belangrijk was. Maar op de een of andere manier door het klimmen ben ik daar zo mee geconfronteerd, dat vertrouwen werkelijk de basis is van samenwerken. En ook dat juist door vertrouwen te geven je vertrouwen krijgt. Dat het zo op de grens van leven en dood ook soms is. Dat ik heel goed in staat ben om te kijken waar ligt mijn echte grens. Tot waar kan ik gaan. En in dagelijks leven hier in Nederland is dat natuurlijk veel minder duidelijk. Of je nog een paar weken 70 uur per week doorwerkt. Ja, daar ga je niet van dood, zeg maar. Ik denk wel dat misschien juist door de bergervaring ik ook steeds beter in staat ben om in Nederland daar beter mee om te gaan voor mezelf. Maar het mooiste moment is uiteindelijk dan als we op weg gaan, in de zin dat we in het land zijn aangekomen, dat we zelf gewoon op pad zijn. De eerste dag dat je gaat lopen, dat je denkt, oh, we zijn weg. Het gaat beginnen nu. Iedereen op zijn eigen niveau kan zich op iets richten. En ik denk dat het wel mooi is om naar iets toe te werken, om iets voor ogen te hebben. Uiteindelijk mooi om met dromen bezig te zijn. Met iets, een stip aan de horizon die op een gegeven moment steeds concreter wordt.